Gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb zojuist een tegoedpakket opgehaald bij de Coop en dat wilde ik jullie heel eventjes laten zien. Kinderen die hebben gelukt morgen, want er zitten twee zakken met broodjes in en dat vinden ze natuurlijk ook heel erg lekker. Ook om mee te nemen naar school. Want de jongste twee die gaan dus naar school en die hebben continu rooster op dit moment. Dat hebben ze normaal gesproken niet. Maar ja, gedurende de coronaperiode hebben ze dus wel continu rooster. Dus die hebben mooie broodjes mee naar school. En dan hebben wij nog een zak van 6 bruine broodjes erin zitten. Eens even kijken wat wij morgen gaan eten. Nou, ik zie het al. Het worden Vlaamse frietjes, patatjes. Dus dit 700 gram. Dus dat is niet genoeg, zeg maar, voor ons hele gezin. Dus we gaan dan nog wat frietjes bij doen, denk ik. Verder hebben we een zakje boerenkool. Nou, nu heb ik vorige week al boerenkoolstampot gemaakt. Dus ik weet niet of ik ze op dit moment heel erg blij ben als ik nog een keer boerenkoolstampot ga maken. Dus ik denk dat ik deze zak gewoon ga invriezen. En dat we dit op een ander moment eten. Moet ik eventjes bedenken. Want we hebben hier ook, zie ik, twee zakken met aardappelen. Dit zijn snelkook aardappelen, 1 kilo. En ik heb hier nog een grote zak van 3 kilo roodschillig aardappelen. Nou, ik heb zojuist, of vorige week, heb ik twee grote zakken met aardappelen gekocht omdat ik helemaal door de aardappelen heen was. Zul je altijd zien. Maar goed, deze aardappelen zien er nog prima uit. Dus daar kunnen we vast en zeker deze week nog wel mee vooruit komen. En we kunnen hier van alles mee doen. Dus we hebben 4 kilo aardappelen. Dus in die zin hebben ze een leuk pakketje gemaakt met de boerenkool. En dan hebben wij ook nog twee keer een pakje half om half gehakt. En zoals ik al zei, nou ja, dan heb je de boerenkool, je hebt de aardappeltjes, je hebt dit gehakt. Daar kun je mooie gehaktballetjes van maken. Dus wat dat betreft is het heel erg leuk om te zien dat ze een compleet pakketje hebben gemaakt. Dat je daar dus gewoon ook echt een gerecht van kunt maken. En in ons geval dus gewoon een gerecht voor 5 personen minimaal. En dan komen de leuke dingetjes. We hebben een vrolijk toetje. Nou, het ziet er een beetje vrolijk uit. Het is wit, er zitten allemaal gele puntjes in. En dat is de sinaasappel. Dit is milde yoghurt met sinaasappel. Ik heb het wel vaker voorbij zien komen in de to-go-to-go pakketten. Deze koopwaar dat wij dus de producten ophalen, die werkt heel veel samen met de lokale ondernemers. En deze yoghurt die is dus vers gemaakt op zuivelboerderij De Vrolijke Koe in Deurne. Dus dat is wel heel erg leuk dat we hier een flesje van erin hebben zitten. Daarnaast hebben we nog een toetje erin zitten. Namelijk aardbeienbavawa van de Veldweide in Sevenum. Als ik het goed lees. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg lekker. En dat is nog niet alles. We hebben iets heel erg lekkers van de echte bakker. Dit zijn namelijk wintergebakjes. 4 stuks. Ik weet niet precies wat het is. Het lijkt op een soort chocoladetompoeze. Denk ik. Het ruikt ook een beetje naar chocolade. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ah, wacht. Ik kan het een beetje zo doen. Zo. Het ziet er in ieder geval heel erg lekker uit. Nadine die staat hier naast me. Die is hier lekker de boodschapjes aan het pakken. En die had volgens mij al de hoop dat er iets lekkers in het pakket zou zitten. Dus we gaan nu lekker met z'n viertjes deze gebakjes opeten. Yes! Zeg maar blij mee. Dus dit is ons pakketje voor €4,99 van de Coop. Morgen ga ik het pakketje ophalen bij de Lidl. En nu gaan wij lekker genieten van de wintergebakjes van de echte verse bakker. Ik heb een to-go-to-go pakket opgehaald bij de Lidl. €2,99 een groente- en een fruitpakket. Ik laat jullie eventjes zien wat erin zit. We hebben een preetje. We hebben koriander. En koriander, dat is heel erg lekker als je bijvoorbeeld een beetje mayonaise, een klein beetje citroensap er doorheen. En dan ja, grof gehakte, fijn gehakte koriander er doorheen. Dat is heel erg lekker bij bijvoorbeeld gebakken aardappeltjes of frietjes of iets dergelijks. Nou ja, wij gaan strakjes frietjes eten. Ga ik ook verder niet filmen of zo, want dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Maar we hadden gisteren in het to-go-to-go pakket hadden wij verse friet zitten. Dus ik had de kinderen beloofd dat we vandaag frietjes gingen eten.
Daar doen we lekker een kropje sla bij, want die zit in het Good To Go pakket. Kunnen we een appeltje doorheen doen? Ik zie hier, even kijken, een paar appeltjes. Dus die gaan we lekker onder de sla doen. We hebben een bakje kastanje champignons erin zitten. Er gebeurt volgens mij heel veel in de woonkamer achter mij, want ik hoor mijn telefoon gaan en ik hoor lenden rondstampen. Zo is dat een beetje grappig. Dan hebben wij een trio paprika en die ziet er eigenlijk nog heel erg goed uit. Je ziet helemaal niks waarvan dat je denkt van nou ja, dat is eigenlijk... staat op het punt om weggegooid te worden. Het enige wat ik kan zien, dat is dat hij hier open gescheurd is. Dus misschien dat ze daarom gedacht hebben, daar komt hij. Dat ze daarom gedacht hebben van, die gaan we niet meer gebruiken of die kunnen we niet meer verkopen of zo. Oh, geen stippelassen, schat. Verder hebben wij spruitjes. Nou, dat vindt Damien heel erg lekker, dus die gaan we ook klaarmaken deze week. En dan hebben we een zakje sperzieboontjes. Nou, dat is natuurlijk ook erg lekker met wat gebakken aardappeltjes of gekookte aardappeltjes erbij. En die hebben we ook aardappeltjes. 9 stuks om precies te zijn. Dus het is niet echt voldoende voor ons hele gezin. Maar ja, het is wel leuk om het in een Good To Go pakket te vinden. We hebben bosui. Nou, en ik heb het al vaker gezegd, van prei of van bosui. Meestal maak ik daar een soepje van. Of ik snijd het in stukjes en ik vries het in om het later te gebruiken. En dat gaat eigenlijk prima. En dan hebben wij nog shiitake champignons. En die heb ik een tijdje geleden, heb ik die ook in het Good To Go pakket gehad. En die zijn eigenlijk best wel lekker. Ik heb ze zelf eigenlijk nog nooit gekocht. Meestal koop ik gewoon de witte champignons. Maar ja, sinds dat wij dus meedoen met het Good To Go pakketten van de Lidl, krijg ik ook vaker de kastanje champignons of die shiitake champignons in het pakket. En het is wel heel erg leuk om op die manier ook kennis te maken met nieuwe producten natuurlijk. Verder hebben wij nog, dat is het laatste, een paar tomaatjes in het Good To Go pakket zitten. Dus voor €2,99 is dit gewoon weer echt een heel erg mooi en gevarieerd pakket. Kunnen we weer een aantal lekkere dingen mee maken. Zoals ik al zei, wij eten vanavond lekker patatjes met sla, denk ik. En morgen gaan wij ook de boerenkoolstamppot eten. Want ik ga toch de boerenkoolstamppot maken met gehaktballetjes. Nou ja, en de rest van de week is het eventjes kijken. We gaan in elk geval spruitjes eten, we gaan boontjes eten. We gaan iets met de champignons doen, we gaan iets met de paprika's doen. Het wordt weer een lekker gezond weekje. Nou jongens, gisteren heb ik gevulde paprika's gemaakt en ik heb boerenkoolstamppot gemaakt. Ik wist dat Lennon gevulde paprika's niet heel erg lekker vond. Dus ik denk, ik maak de boerenkoolstamppot even goed. Dus hij heeft inderdaad samen met Dylan de boerenkoolstamppot gemaakt. Hebben we nog van over, dus daar kunnen we morgen of overmorgen nog lekker van eten. Maar ik heb gisteren dus gevulde paprika's gemaakt. En van het gehakt mengsel heb ik ook nog een bakje over. Dus ik was me aan het bedenken, ik denk, wat kunnen we vandaag gaan eten? Nou, ik had in de kelder nog wat stokbroodjes liggen. Dus ik ga dat stokbrood opensnijden, daar dat gehaktmengsel op doen met wat kaas en dan in de oven. Heel erg lekker. En ik ga van de tomaatjes die in mijn Good To Go pakket van de Lidl zaten. Ik heb mozzarella gehaald in de winkel. En dan ga ik tomaat mozzarella salade met pesto maken. Dat vindt Damien heel erg lekker. Ik heb bosui en meestal maak ik van de bosui een soepje. En ook dat ga ik nu doen. En verder ga ik nog gewoon wat stokbroodjes afbakken. En dan ga ik kruidenboter bij maken. En dan kunnen we daar lekker kruidenboter op eten. Dus het wordt gewoon wel een beetje makkelijk avondje vandaag. Maar wel heel erg lekker.
Overigens kreeg ik van jullie de vraag op mijn vorige video of dat we alle boodschappen die ik heb laten zien ook in 1 week tijd hebben opgegeten. Nee, dat hebben we niet. Ik ben wel ja, het type wat vaak dingen klaarmaakt en dan gewoon in de vriezer gooit. Dus ik heb wel veel dingetjes klaargemaakt, omdat ze ook wel redelijk aan de datum zaten. En die heb ik dus ook in de vriezer gegooid. En zo kunnen we op andere momenten heel gemakkelijk eten. Ja, uit de vriezer om het zo maar te zeggen. En ik heb ook, ik ben kraamvisite geweest bij mijn neefje. Dus ik heb lekker gekookt voor mijn broertje en zijn vriendin en de kinderen. Zodat hun een avondje niet hoefden te koken. Dat is echt eigenlijk volgens mij het meest ideale kraamcadeau wat je kunt geven. Ik weet nog toen Landon geboren was en ik had de andere twee rondlopen. Dave die werkte eigenlijk altijd in de middag en de avond. Dus ik was rond etenstijd altijd alleen thuis met de kinderen. En met een pasgeboren baby vond ik het wel vrij lastig om dan te zorgen dat tussen 5 en 6 wel nog gewoon een voedzame maaltijd op tafel stond. Dus ik vond het ideaal als er dan voor me gekookt werd. Mijn moeder die deed dat ook regelmatig. En ik zorgde er ook regelmatig voor dat ik dus heel veel in de vriezer had. Zodat de kinderen, Damien die was toen 10, Dylan die was 7 toen Landon geboren werd. En op die momenten ja, zei ik gewoon tegen ze van hamer een bakje uit de vriezer, zet het maar in de magnetron. En dan hebben we in elk geval gewoon een voedzame maaltijd. Dus dat was heel erg makkelijk. Maar mocht je dus ergens op kraamvisite gaan, vraag eens aan de ouders of dat ze het misschien makkelijk vinden dat je voor hun kookt. En dat kan gewoon een stampotje zijn of dat kan een pasta zijn. Of gewoon een lekker stukje vis met aardappeltjes en groentes. Wie weet. Ik vond het in elk geval heel erg gemakkelijk. We gaan iets lekkers maken. Ik had het Landon al beloofd. Als je de video van vorige week hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat ik dit nog in mijn kelder had liggen. En dat moet zo langzaamaan ook wel op. Dus ik had Landon beloofd dat we samen iets lekkers gingen maken. Hij zei van de week al, hij zegt ik wil graag een taartje maken. Ik zeg nou dan heb ik wat leuks. Ik zeg het is namelijk chocoladeglazuur. Dus we gaan gewoon een heel eenvoudige cake maken. Daar gebruik ik een cake recept voor. Dat zijn gelijke delen bloem, suiker en boter. Ik ga 125 gram bloem, 125 gram suiker en 125 gram boter gebruiken. Doe ik een beetje melk bij, doe ik 2 eitjes bij en dan ja, een heleboel mixen met een zakje bakpoeder. En eventueel een beetje vanillesuiker en dan heb je een heel eenvoudige maar lekkere cake. Nou, ik heb in de kelder allerlei vormpjes naar boven gehaald. Want het is natuurlijk wel leuk dan als je met kinderen gaat bakken om allerlei vormpjes te hebben. Zo heb ik van deze kleine hartvormige cupcake vormpjes. Dit is een iets groter siliconen vormpje. Dan hebben we nog een tulbandje. En we hebben een heel erg schattig klein springvormpje. Ook vroeg ik vorige week wat je met dit spul kon doen. Nou, en de meeste reacties, dank jullie wel daarvoor trouwens, was dat je dat dus in cake kon doen. Maar ook heel veel reacties was dat het gewoon niet lekker was en meer zoet was. Dus, ik wil het wel gaan proberen. Dus ik ga ik heb deze nog liggen, zeg maar. Dit zijn papieren cupcake vormpjes. Ik weet eigenlijk niet eens waar dat ik die van had. Maar ik had er nog 2 liggen. Dus ik denk, ik doe een klein beetje beslag bewaren. En dan doe ik een klein beetje van die balletjes in. Ik snij ze wel in stukjes, want ik zie dat ze best wel groot zijn. Dus volgens mij, als ik die door het beslag doe, dan heb ik meer van dit spul dan beslag. Maar
Die andere dingetjes, die sucade dingetjes, dat gaven jullie ook aan. Die kun je in oliebollen gebruiken. Maar helaas is het geen oliebollen tijd en er zijn geen oliebollen mixen meer verkrijgbaar in de supermarkt. Dus dat vind ik wel heel erg jammer, want ik ben gek op oliebollen. Anders had ik dat dus eventjes kunnen proberen. Maar we gaan er in ieder geval iets mee doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat het dan smaakt, wat de kinderen daarvan vinden. Ik ga er dus maar twee maken, twee van deze cupcakejes. En de rest ga ik gewoon naturaal cake maken. En dan gaan we daar deze glazuur overheen doen om ze lekker te decoreren. Nou, zoals je hebt kunnen zien, hebben wij de chocolade lekker over de cake heen geglazuurd, zeg maar. Ik weet het niet. Nou ja, officieel gezien staat ook op de verpakking. Moet je niet met een lepel eraan gaan, want dan krijg je natuurlijk niet dat Mandereffect. Maar ja, er is een kleuter bij, ik was erbij en we hebben gewoon met die lepel zitten roeren voordat we eigenlijk de gebruiksaanwijzing hebben zitten lezen. Het zorgt er niet voor dat het minder goed smaakt. Het was namelijk heel erg lekker. Die chocolade die wordt ook hard als je hem weer laat afkoelen. Dus we hebben s'avonds op de bank hebben we lekker zitten genieten van de cake met de chocolade. De kleine cakejes die ik dus gevuld heb met die rood, groen, gele bolletjes. Dat vonden we dus allemaal niks. Dus dat hebben we verder ook niet echt opgegeten. Mocht je nog andere tips hebben wat je ermee kunt doen, dan laat dat zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. Maar voor nu was het dus geen succes. Volgende week begint er een nieuwe maand en ik kreeg de vraag van een van jullie of dat ik weer een maand wilde bijhouden welke uitgaven dat we hadden, welke boodschappen dat we deden en wat we daarmee gaan koken. Dus dat ga ik doen volgende maand. Vanaf volgende week kun je weer een maand lang meekijken met wat wij dus uitgeven, welke boodschapjes dat we doen en welke gerechtjes dat we daarmee gaan maken. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.